Mijn naam is Jordi, ik ben 26 jaar oud en woon in Friesland. Ik hou een klein beetje van avontuur, maar in deze nieuwe serie ga ik toch het avontuur aan. Dit doe ik niet alleen, maar met mijn broertje, die ook mijn vaste cameraman is. Dit is de... Dankjewel, werk ze nog. Hey YouTube vrienden, welkom bij een hele gekke opzet van deze video. Ik ben in Zwolle en dat heeft te maken met een reden. Ik kom net uit de bus, ik heb nog een mondkapje op. Is nu nog verplicht, wanneer ik dit opneem. Ik ga 24 uur in het huis van mijn ouders zitten. Alleen één probleem is, die vader is vandaag vrij. Hoorde ik gisteren op het laatste moment en hij is nu naar de winkel. Mark, mijn broertje, weet ervan, die is wel thuis. Ik ga bij hun op zolder zitten, dus ja, ik ga even flink doorlopen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Snel. Kom binnen. Hij is er nog niet. Hij is er nog niet. Snel naar boven. Heb je alles? Zit dat daarin? Ja. Ik heb alles. Oké, nice. Oké, ik ga meteen naar boven. Sorry. Hij kan elk moment aankomen. Sorry voor deze slechte opstart, mensen. Maar ik ben binnen. Mijn stiefvader weet niks van. En dat wil ik graag, ja, ook graag zo houden. Okay, dit wordt het hok. Waar ik in moet. Ja. Jeetje, mijn eetje. Dit wordt het voor de aankomende 24 uur. Huh? Weet niet. Oké. Okay. Oh, ik moet gewoon zo'n luchtbedje of zo in hebben. Ja, de koffer kan misschien nog een beetje aan de zijkant of ja. Zo. Iets langer liggen. Ja. Oké. Okay. Oh. Nou, hoi. Ja, we dachten misschien moeten we onze stiefvader er dan in betrekken en dan die. Dan die ook in het complot doen, maar ik dacht, ja, het is leuk als hij het ook niet weet. Alleen het probleem is, Mark gaat straks weg. Ja, klopt. En dan zit ik helemaal alleen met hem hier in huis. Dus als hij iets hoort, moet heel stil zijn. Hij is rond 2 uur nog weer weg. Ja. Mam komt ongeveer rond 5:30. En hoe laat ben jij er weer? Ook nog die tijd. Oké. Ja. Ik moet wel avondeten hebben. Ik heb broodjes mee. Oké. Maar geen avondeten wordt een ding. Hoe ga ik dat regelen? Ik heb wel zin in KFC, dus als je KFC wilt halen voor me en dat naar binnen mee probeert te smokkelen. Oké, ik denk dat echt wel leuk is. Ja, ga ik proberen. Moet je wel even een ander zakje eromheen doen ofzo. Ja, daar zit hier een KFC-tas eromheen, dat ik me ook van. Waar ga ik met die kip heen naar boven? Ja, als het, ja, ik ga nog naar de boodschappen, dus ik gewoon naar de boodschappen zijn. Ja, dat kan. Zet je die op je slaapkamer neer of zo? Nou, ik vind het wel wat, dus dat doen we dat. Oké. Ja. Is goed. Als er wat is, ik kan hier gewoon naar buiten of dat niet? Nou, je kan die dingetjes... Oké, die zitten niet op slot. Ja. Nee. De deur klinken. Mensen vragen waarom ik er zo uit zie, ik ga zo de klus in mijn eigen huis. Dus. Hij heeft een eigen huisje. Ja. Dus ik heb... oude kleren. Mooie sluskleren. Ja. Wacht, is hier gewoon een pomp? Er is daar een pomp, ja. Ik ben nu boven, dus dat zal niet vreemd zijn. Alleen moet hij niet naar boven komen zijn, als hij er wel is. U kan net zo goed ik het zijn, dus je kan. Ik ben benieuwd of dit gaat werken vandaag. Ja. Even lachen, het is nu. Ja, even kijken. Ja, laat was je er. Ik was hier 10 voor. Ik ben er nog weer 5 minuten. Ja. Dus morgen om deze tijd dan... Ja. We zitten ook zo moeten slapen en rechtop. Meer ruimte heb je hier echt niet. Nee. Je moet echt oppassen voor die buizen die hier liggen. Dat is zeer belangrijk volgens mij. Dit, ja. Dat niet kapot gaat. Nee, dit denk ik om. Dit kan ook niet kapot. Nee.
Dit is ook allemaal staal. Dus dat, dan moet je zo meteen tot ongeveer 2 uur zo blijven zitten. Weet je, warmte is in het hokje. Ja. Je mag dat het buiten nog koud is, want voor de rest... Als je dit wel met 30 graden deed, is het hier niet te doen. Nee. Maar, het is nu 16 graden buiten. Het is, even kijken hoe warm het hier is. 22 graden hierboven. Ja. Oké. Okay. Wat ga je nu de hele tijd doen dan? Nou, ik heb mijn koptelefoon met mijn oortjes mee. Ik heb eten mee. Ik stuur straks wel even wat ik wil hebben van de KFC. Dat is goed. Ik zal even langs wel rijden. Maar vanavond blijf je wel thuis. Jij gaat vanavond toch niet meer weg? Nee. Ik denk dat ik ga even met mam. Ja, en ik ga met mam even eten en dan ga ik gewoon naar boven. En dan, ga jij gamen of zo? Zit ik hier, dus dan lijkt het net of ik gewoon... Oh, dan kan ik er ook wel even uit. Ja. Of als je gewoon nog gaat kijken, dan blijf ik hier zitten. Nee. Niet zo'n plan. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken en hoe lang dit gaat lukken. En of ik het volhoud. Kijk, 24 uur in de auto is prima. Ja. 24 uur op een eiland is ook prima. 24 uur GTA was ook nog wel redelijk te doen. Deze is nog best lastig ook weer. Maar deze is best lastig ook weer. En ik heb best makkelijk nu deze keer. Ja, je hoeft helemaal niks te doen. Jij gaat zo ik ga zo die klussen maar uit. Ik moet hier 24 uur zitten. Is dat een stopcontact? Nee. Dat is heel stom. Alle stopcontacten zijn bezet. En dat is een... Ja, dan kijk mijn powerbank. Is daar nog een stopcontact? Ergens voor de strijkeisen of zo? Ja. En kijk, dan kan ik straks gewoon even wat dingen aan de lader gooien. Ik heb 2 powerbanks mee. Die 2 nieuwe. Mm-hmm, ja. Dat zal voldoende moeten zijn. Ja, een camera gaat wel slecht. Ik heb wel 3 batterijen mee. Maar... Ja. Als je het nodig hebt... Oké. Stopcontact. Zal die er al zijn? Nee, nog niet. Wat doet hij dan zo lang in de winkel? Echt, ik zat in de trein en toen ging Mark, hij gaat nu naar de winkel. Ik dacht, ja kut, hij gaat toch niet een uur naar de winkel? Was, hij is onder van dat was om 8 uur en jij was er om 50. Ja, ja. Ja, ik was 8 uur 50 hier inderdaad. Nee, je maakt hier geen geluid. Als ik een video ga opnemen. Ja, ik moet echt heel zacht praten, dus ik hoop dat jullie mij verstaan.
wc. Of Mark zit te hoesten, weet je maar. Ja, Mark gaat er vandoor. En vanaf nu. Ik stuur straks even door wat ik wil eten, oké? Ja, is goed. Top, oké. Kom op de hoogte. Is goed. Ik laat je alles weten als er wat gebeurt. Ja, oké, succes in je huisje. Dankjewel. Doei. Tot zo meteen. Nou, zoals jullie zien, Mark gaat nu weg. En vanaf nu moet ik echt muis en muis stil zijn. Want nu zijn ik en Theo alleen thuis. Maar ik ga nu naar zijn auto zo meteen en naar zijn nieuwe huisje. Ik heb mijn oorlopjes, dus ik ga even een lekker filmpje kijken of iets. Ik denk dat ik heel Netflix ga uitspelen vandaag. Nou, ik denk dat ik van heel eind kom. Als wat gebeurt, pak ik de camera. Ik hoop niet dat Theo naar boven komt. Ik hoop niet dat de politie gaat bellen, omdat het misschien dingen boven hoort. Maar dat zal wel leuk zijn voor de video, maar ik probeer dat niet uit te lokken. Ik hoor wat. Ai. Ik hoor de voordeur. Ik kreeg net een appje van Mark dat hij in de tuin, dat Theo in de tuin bezig is. Dus ja, dan is hij wel veel buiten en hoort hij niet dik binnen. Ik probeer zo stil mogelijk te zitten. Ik tikte net met het pakken van mijn harpels de leidingen aan hier van de kachel. Is Theo weg? Is die even weg? Tot later, mijn moeder komt ongeveer rond 5 uur, wat voor 6 thuis. Mark ook weer, die gaat proberen eten mee te nemen voor mij naar boven. Ja, maar ik moet toch eten. Ik wil ze niet gaan uitdagen, mijn moeder en mijn stiefvader Theo dus. Ik wil echt om 24 uur dit volbrengen en niet de risico lopen dat ze mij betrappen. Ik vind het idee gewoon dat ik kan zeggen van ja, ik heb 24 uur boven jullie hoofd gezeten zonder dat jullie het zelf door hadden. Want ja, mijn moeder woont natuurlijk in Zwolle en ik woon in Friesland. En het liefst helemaal niet praten. Ik ga proberen te slapen. Moet een beetje zo de tijd maar doorkomen, denk ik. Straks weer even filmpjes kijken. Ja, en hopen dat Theo niet naar boven komt. Hij zou eerst naar het werk zijn. Het is vandaag vrijdag. Ben ik dit opneem. Hij zou eerst moeten werken vandaag, maar ja, hij is ineens onverwachts vrij geworden, Christopher Mark. Dus dat, ja, was klote. Mark zei, ja, hij gaat wel naar de winkel, maar ik dacht, ja, een uur naar de winkel. Mark zei, ja, hij gaat nu weg. Ik dacht, ja, ik ben hier ongeveer rond 9 uur. Dat is lastig. Maar hij was al naar de winkel en hij kwam echt gewoon een kwartier later dan ik kwam. Thuis was de trein vertraging had, of ik had mijn bus gemist, dan was hij op zo thuis geweest. En ja, het is nu gewoon grappig dat ik hier zit en hij weet het ook niet. Weet je, als hij thuis was, dan hadden we hem ja, in het complot meegenomen. Maar dat is dus nu ook zo. Dus dat vind ik wel grappig. Nou, ik heb even geprobeerd te slapen of iets, want ja, ik moest vanuit Friesland naar Zwolle. Het is 9 uur dat ik hier was. Het is ongeveer 2 uur reis. 5 uur vanochtend ging mijn wekker al. Sommige mensen is dat de normale tijd. Maar ik ga meestal een uur later het bed als ik gewoon moet werken. Dus ja. Oh, ik moet de trillen van mijn telefoon. Ik krijg een appje van Mark. Dus ik moet mijn trillen even uitzetten. Want dat hoor je door het hele huis heen. Ik ga zo de boel even verhuizen. Het is nu 11 uur. Theo gaat dan 2-3 uur weg, vermoed ik. Kijk hier achter. Daarachter die dozen. Staat helemaal niks. Dus als ik daar nou een luchtbedje neerleg, kan ik lang uit, want ik zit hier opgepompt. Ik zat er zelfs om over na te denken. De logeerkamer ligt op mijn tras. Kijk, dit kraakt.
Dus vannacht gaan ze dat sowieso horen, weet ik zeker. Maar als ik een matras van dossierbed hier achter ga leggen, ik schrijf die dozen door. En dan matras ga ik hier achter leggen. Dan leg ik het luchtbed op het dossierbed neer. Mocht ze nog wel naar de logeerkamer gaan, lijkt het of er gewoon een opgemaakt bed is. Dus dan. Wist ik al, want ik zit boven je, Theo. Hij heeft een fotootje. Ik hoor hem beneden in de tv. Ik moet enorm nog plas maken. Kijk, dit stuurde Theo dat hij aan het kijken is. En ik ga even hier rondlopen. Zelfs nog gaat opruimen. Of dat mijn moeder het vanavond gaat opruimen. Oh, als dat gebeurt. Dan hoop ik echt dat ik al om dat hoekje daar lig. Kijk, dat kan niet, denk ik. Maar ik kan ook niet doorspoelen. Dat hoort hij ook. Dat gaat hij sowieso ook horen. Nog even en dan is hij weg. Maar ik kan even... Ben ik er thank you.